Het weerbericht van donderdag 27 juni 2019 voor Boerenbusiness. Nou, een week geleden kondigde je hier nogal behoorlijke hitte aan voor de Benelux. Maar het Europese weermodel twijfelde al wel een beetje dat het na dinsdag koeler zou worden. En dat is uiteindelijk ook uitgekomen. Want nu hebben we te maken met wolkenvelden de noordelijke stroming. En slechts een graad of 18 in het noorden van het land. Maar ja... Wat was het heet afgelopen dinsdag? In het kaartje hier naast mij kun je die temperatuur ook zien. Vooral het zuidoosten van het land was uh, bijzonder heet, met op uitgebreide schaal boven de 35 graden. En het Gelderse Hupsel, wat volop in het nieuws was, had zelfs 36,5 graden. Nou, we hebben inmiddels ook een hittegolf in het zuidoosten van het land. Daar is de reeks van 25 graden en meer. Achter elkaar geweest, waarvan er ook 330 zijn geweest. En die hittegolf blijft daar nog wel een paar dagen aanhouden, want uh, voorlopig zien we daar nog temperaturen dik boven de 25 graden. Maar ook elders in dat land zal het kwik de komende dagen nog wat gaan stijgen. Maar veel extremer is het elders in Europa, Duitsland, Frankrijk, West-Polen. Erg hoge temperaturen, dik 35 graden. Gisteren in Frankrijk 40 graden op sommige plaatsen. En ook vandaag zien we dat soort temperaturen weer voorbij komen. En morgen zou het daar zelfs nog wat warmer kunnen worden. Temperaturen misschien wel tot zo'n 43 graden op sommige plaatsen. Nou, dat kaartje naast mij zie je ook de temperaturen van Frankrijk. Dat het zinderend heet is in deze omgeving. Uitzonderlijke temperaturen voor de maand juni. Nou, die warmte komt bij ons ook tijdelijk terug. Geen 40 graden, maar je ziet wel op het kaartje dat op uh, zaterdag de tropische waarden op veel plaatsen in het binnenland weer gehaald kunnen worden. Van 30 graden, misschien in Zuidoost-Nederland wel zo'n 35 graden. Um, de Britse eilanden ja, die blijven grotendeels buiten het schot. Dat zag je dan afgelopen tijd al. Veel gematigde daar met 15 tot 20 graden en soms wat buien. De maand juli die staat ook bijna op de kalender. We gaan natuurlijk vooruit kijken wat gaat deze maand gaat doen. Nou, juni was een veelzijdige maand met eerst zware buien en later toch wel behoorlijk intense hitte. De maand juli lijkt vooral de eerste week een stuk gematigder te gaan beginnen. Je ziet ook op dat kaartje naast mij dat de temperaturen best wel uh, laag gaan uitkomen: blauwe kleuren ten opzichte van normaal. Dus mogelijk zelfs in de loop van volgende week eventjes temperaturen beneden. Normaal die hitte uit Frankrijk en Polen kan je ook goed op zien gaat verdwijnen na het weekeinde. Maar het is ook best droog. We waren een beetje op de goede weg om het neerslagtekort weg te poetsen, maar dat is inmiddels ook wel weer aan het veranderen. Want ook op die grafiek weer zie je dat de Neerslagtekort flink gaat toenemen de komende tijd, omdat het voorlopig droog blijft. En dat geldt niet alleen voor de Benelux, eigenlijk voor Noord-Frankrijk, uh, grote delen van Duitsland en West-Polen wordt de komende 5 tot 10 dagen eigenlijk nauwelijks regen verwacht. Dus de sproeiinstallaties moeten in deze gebieden van Europa weer volop aan. Maar die extreme hitte die zal na het weekend geleidelijk aan verdwijnen.